In deze video legt biologiedocent Seo Sahai een voorbeeld uit van een driepuntskruising. Oké, uit opdracht 44 van die drosophila opdracht kunnen we halen dat we hier te maken hebben met een vrij complexe som. Het is een driepuntskruising waarbij er sprake is van dat deze drie genen op het X-chromosoom liggen. Ze zijn dus X-gekoppeld. Maar goed, we gaan dus hiermee van start. Uit die eerste zin en die tweede zin kunnen we alvast je legenda halen. We kunnen eruit halen wat dominant is en recessief is. Er is in die opdracht niet aangegeven met welke letter je moet werken. Dus dan gaan we dus dat dan gewoon zelfstandig proberen te doen. We gaan gebruiken, vanwege die eerste en die tweede zin, hebben we dus dan grote R, grote G en grote W. En voor grote R gaan we dan nemen krom. Dat halen we dus uit die som nogmaals. Normaal. En je ziet, we schrijven alleen die relevante begrippen op. Om rood. En de recessieve, dat zijn dus dan kleine r, kleine g om kleine w. En dat is dus recht gedrongen wit. Recht gedrongen om wit. Vervolgens wordt er aangegeven dat we te maken hebben met een heterozygoot weefje dat voor alle drie eigenschappen heterozygoot is. Omdat dat weefje voor alle drie eigenschappen heterozygoot is, kunnen we daar ook wel spreken over dat dit weefje dan een triheterozygoot is. En dat triheterozygoot weefje, die wordt gekruist met een mannetje dat recht gedrongen en witte eigenschappen heeft. Maar let erop, uit die zin van dat triheterozygoot weefje, dus waarbij dus wordt aangegeven dat dat weefje voor alle drie eigenschappen heterozygoot is, wordt er ook aangegeven wat haar vader is. En dat wordt nu op dit moment gehighlight in de tekst. En deze weefjes, wiens vader dus een bepaalde eigenschap heeft, daar gaan we zo meteen kijken. We gaan nu even kijken naar dat gedeelte waar er niet gehighlight is, want we moeten verder met die som. Dus wat schrijven we op? We schrijven alvast op wat bekend is en wat makkelijk is. Dat is dat niet gehighlight gedeelte. En dat is dus dat we te maken hebben met een triheterozygoot weefje. We kijken niet naar dat gehighlight gedeelte, maar dit triheterozygoot weefje, die wordt gekruist dan met een mannetje. En dat mannetje, dat is, die is recht gedrongen en wit. Oké, vanwege het feit dat we te maken hebben met een driepuntskruising, dat betekent alle drie genen zijn op hetzelfde chromosoom gekoppeld, dan gaan we dus dan daarvoor gebruiken twee streepjes. Want die eicel en die spermacelmoedercellen, die zijn diploïd en die ondergaan meiose. Triheterozygoot, we weten niet op welke manier dit triheterozygoot is in eerste instantie, maar vanwege die vader gehighlight gedeelte in de tekst, gaan we zo meteen daarop focussen. We gaan nu alvast invullen wat we kunnen invullen. Dat mannetje is recht gedrongen wit. Voor een mannetje bij een driepuntskruising dat X-chromosomaal van aard is, daar gaan we voor dat Y-chromosoom een haakje zetten. Omdat dat Y-chromosoom niet of nauwelijks genen draagt. Dus we hoeven maar alleen te kijken naar dat X-chromosoom. En recht gedrongen wit, dan halen we dat uit de legenda. Dat is dus dan kleine r, kleine g om kleine w. Dan gaan we dan nu eventjes focussen op je triheterozygoot weefje. Want een triheterozygoot kan er op verschillende manieren zijn. Dat gaan we dan even op onze klad verder uitwerken. Ik breng eigenlijk over dat triheterozygoot weefje. Zet er alvast twee streepjes. Maar dit weefje is ontstaan uit een vrouwtje en een mannetje die hebben gekruist met elkaar. Een streepje en een haakje. Het haakje is nogmaals het Y-chromosoom. Maar haar vader, kijken jullie naar dat gehighlight stukje wat nu in beeld komt. Bij dat gehighlight stukje, daar wordt aangegeven dat dit weefje haar vader, dat triheterozygoot weefje haar vader, dat die is krom, gedrongen en
rood. En als we kijken naar onze agenda, dan kunnen we eruit halen dat kromgedrongen rood is grote R, kleine g, om grote W. Met het Y-chromosoom hoeven we ons niet druk te maken, want die draagt niet of nauwelijks genen. Dus daarnaar kijken we niet. Maar bij de bevruchting, deze staat uit een bevruchting van een eicel en een zaadcel. En omdat het een wijfje is, dan moet het toch twee X-chromosomen hebben. Eén X-chromosoom is van de moeder, eentje is van de vader. Dus dat betekent dat mannetje hier, die gaat dus aan een X-chromosoom leveren. Aan dat trihetrozygoot wijfje, die dochter. En die moeder ook. Maar nu heeft deze maar één X-chromosoom. Dus er is maar één optie voor X-chromosoom die vader kan leveren. En dat is dus grote R, kleine g, om grote W. Dan nu zitten we vast met wat is het andere chromosoom, het genotype daarvan. Nou, daarmee hoef je niet druk te maken, want er staat hier immers al dat het een trihetrozygoot betreft. Dus als we één X-chromosoom hebben, aangezien het een trihetrozygoot is, dan weten we waar die overstaande is. Dus waar die overstaande dan, kleine r, grote g, om kleine w. Want het is een trihetrozygoot. Als we eentje hebben, dan weten we al hoe die andere is. En dat gaan we dan gewoon naar hier overbrengen. Dus met andere woorden, hier krijgen we dan grote r, kleine g, grote w, om kleine r, grote g, om kleine w. En deze twee worden dus dan met elkaar gekruist. En dan krijgen we dan vervolgens een nakomelingenschap van 8. En in de opdracht zie je eigenlijk die specificatie van die 8 nakomelingen. Ter herinnering, bij die driepuntskruisingen zal je 8 types van nakomelingen krijgen. En daar zie je die frequenties. En die zaken ga je van het blaadje nemen, toch? En als je dus op het blaadje kijkt, dan kunnen we dus eruit halen wat de ouderlijke types zijn. Oftewel de parental types of NCO. En we kunnen ook eruit halen, die hebben de allerhoogste frequentie. Terwijl die DCO de helemaal laagste frequentie is. En dat krijg je dus dan nu in beeld. Wat we dan vervolgens gaan doen, is dat we het fenotype nu fenotypisch gaan coderen. We gaan het niet genotypisch coderen, maar we gaan het fenotypisch coderen. En dat doen we aan de hand van die legenda. En dat zie je dus dan nu in beeld. Oké, nu hebben we de fenotypische codering van die 8 types van nakomelingen. We hebben 3 genen. We gaan dus voor het maken van die genenkaart steeds de afstand bepalen tussen deze 3 genen. Met andere woorden, we gaan de afstand bepalen tussen gen R en G, daarna tussen gen G en W, en daarna tussen gen R en W. En de grootste afstand, dat betekent, die twee genen liggen het verst uit elkaar. En wat overblijft dat gen, dat is dus dan in het midden. Dat komt dus dan in het midden. En hoe gaan we dat aanpakken? Ik kan even kijken. Daarna moet je...